Dit is misschien een slecht idee, maar gek genoeg heb ik er wel echt heel veel zin in. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we 24 uur lang, oftewel een hele dag, fruit eten. En je vraagt je misschien af, Donald, waarom doe je dit? Nou ja, ik wil jullie gewoon wat bewuster maken van fruit. Fruit is serieus vaak één van de dingen die ik bij het coachen implementeer. En alle voor- en nadelen, vooral voordelen van fruit, zullen we in deze video zeker nog bespreken. Maar het is ondertussen 11:15. Ik heb nog niks gegeten. Ik ga even mijn ontbijtje maken. Oké, we zijn bij het ontbijt. Wat heb ik hier voor me? Een appel, 2 bananen, 2 peren en 500 gram nectarine. Er zit een pit in, dus het zal waarschijnlijk wel 450 gram zijn. Dit is mijn ontbijt. Gek genoeg heb ik er wel zin in. Nu heb ik er nog heel veel zin in, want ik vind fruit ongelooflijk lekker. Maar ik ben wel echt bang dat aan het eind van de dag ik een gekke energie heb. Misschien wel geen energie heb, want ik vind fruit ideaal om als tussendoortje te nemen. Aangezien het heel weinig calorieën heeft. Maar wel heel veel gezonde voedingsstoffen zoals vitamine en mineralen. Ook antioxidanten zitten erin. Maar daarmee gezegd hebbende is het een tussendoortje. Want dan zit je er meestal een uurtje van vol. En zorgt het gewoon dat je naar het volgende maaltijdmoment kan. Nou is dit wel veel fruit. Dus weet ik niet wat dit gaat doen met mijn energie. Maar we gaan het vanzelf zien. Dus ik ga gewoon lekker eten. En ik spreek jullie hierna wel, denk ik. Oh ja, nog één ding. Ik kreeg zoveel gekke reacties. Nou ja, leuke reacties eigenlijk op mijn laatste full day of eating op mijn kanaal. Dat ik dit met mijn appel doe. Ik haal het klokhuis eruit. En dat doe ik gewoon met een soort van appelbord. Dan draai ik het klokhuis eruit en klaar. Ik was trouwens de calorieën en macro's vergeten te vertellen. Dat doe ik nu nog. Ik ben nog steeds aan het eten. dit alles bij elkaar is zo'n 600 calorieën. Daarin zit 9 gram eiwit, 128 gram koolhydraten, 23 gram vezels. Dat is dus ook weer een voordeel van fruit. Daarom zit je dus een tijdje vol, omdat er heel veel vezels in zitten. Vezels houden je vol. En 1 gram vet. Er zit nagenoeg geen vet in fruit. Het is eigenlijk bijna alleen maar koolhydraten. Dus nou ja, dat wilde ik wel even gezegd hebben. En ik ga nu gewoon verder eten. Oké, dit zit erop. Het is 11:30, dus ik heb er nou ja, een kwartiertje over gedaan of zo. Normaal eet ik nooit een kwartier, dus dat is een positief iets. Dat is gelijk ook iets goeds aan fruit. Je bent er lang mee bezig. Ik moet wel zeggen, ik voel me raar vol op het moment. Dus ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Het was wel lekker. De nectarine is wat minder. Ik had daar eigenlijk mee moeten beginnen. Het is niet mijn favoriete fruit, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik dacht, waarom niet? We proberen diversiteit in deze video's te krijgen. Dus, dat was de eerste maaltijd. En ik zie jullie bij de tweede. Nou ja, net zei ik dat ik me gek vol voelde. Dat gevoel is wel weg. Laten we eerlijk zijn, ik had natuurlijk ook wel redelijk wat gegeten. 2 bananen, 2 peren, een appel en 500 gram nectarine. Dus dat is nogal wat. Ik heb nu wel een soort van energie om iets te doen. En in de hoop van een goede workout, nu ik nog energie heb, ga ik dat denk ik maar eerst doen. Dan kan ik ook gelijk zeggen hoe dat is op echt alleen maar fruit. Ik weet wel dat voordat je gaat sporten, een half uurtje van tevoren, een uurtje van tevoren een banaantje eten nog. Dat is vaak heel handig, heel goed. Ga ik nu niet doen, aangezien het nu 10:45 is en ik 11:30 klaar was met eten. Dus het zit er nog redelijk vroeg op. Ik ga gewoon proberen te sporten en kijken hoe dat gaat. Faces passing by too fast to recognize. Caught inside my mind. Don't cut me loose this time. In between the space, paths made of time and place. Silence gets so loud to strangers.
Oké, mijn sporten zit erop. Ik moet eerlijk toegeven, ik had echt een bizarre energie. Het sporten ging echt super goed. Ik heb benen getraind. Dat is het zwaarste eigenlijk van de week. En ik vind benen hartstikke leuk, daar niet van. Maar je hebt wel energie nodig. En die energie had ik zeker. Dus ik ga nu even douchen. En dan gaan we naar de lunch. En drie keer raden wat dat gaat zijn. Uit. Wow. Oké. Nog even terugkomende op dat sporten en de energie die ik had. Ergens had ik het wel verwacht. Net had ik het over dat vezels ervoor zorgen dat je vol zit. Vezels zorgen er ook voor dat de energie langzaam vrijgegeven wordt in je lichaam. Het zorgt er dus voor dat je lichaam langer de tijd heeft om de glucose naar de cellen te brengen. En dat je niet in één keer een piek in energie hebt en daarna een enorme daling. Omdat dit zo is, is het ook bewezen dat fruit helpt tegen diabetes. Want mensen met diabetes die hebben vaak heel veel moeite met die glucose in de bloedbaan. Dit is een wat moeilijker verhaal. Maar om die glucose naar de cellen te brengen. Je geeft je lichaam dus langer de tijd nu, als je fruit eet, om die glucose naar de cellen te brengen. Verder hangt het ook nog samen met heel veel andere hart- en vaatziektes. En dan in de positieve manier, dus het verkleint de kans op hart- en vaatziektes. En met darm- en longkanker, dus echt al met al genoeg reden om je fruit te eten. Jullie gaan me nu wel haten om hoe ik mijn fruit eet, want wat ik voor me heb is een appel, een peer, 2 mango's en 500 gram abrikozen. Maar een mango schillen, niet te doen. Echt niet te doen. Mensen die dat kunnen, respect. Ik kan het niet. Dus ik ga gewoon lekker om de pit heen eten. En ik heb gewoon alleen de buitenste laag ervan afgehaald. Maar ja, dat wilde ik gezegd hebben. Nu ga ik eten. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Nou ja, nu komt het moment waar jullie mij op gaan haten. Dit is gewoon echt een ei. Nou ja, het is beter dan het schillen ervan en het snijden, want dat echt, dat was niet te doen. Je kan zeggen wat je wil, maar het is best wel een redelijke manier om je mango te eten. Ik maak niet eens een grap nu. Je houdt weinig over, het is makkelijk, efficiënt. Misschien dat ik het vaker doe. In ieder geval, dit was de tweede maaltijd. Hij was 640 calorieën, dus hij kwam in de buurt van de eerste maaltijd. Met 11 gram eiwitten, 134 gram koolhydraten, 23 gram vezels, precies hetzelfde dus als de eerste maaltijd, en maar 2 gram vet. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is inmiddels 8 over 2. Dit was mijn tweede maaltijd. Ik heb zo een coachingsgesprekje, dus dat ga ik eerst even doen. En dan zie ik jullie denk ik rond een uurtje of 4 voor de derde maaltijd. Nog geen idee wat dat gaat worden. Misschien dat ik nog even naar de Albert Heijn ga, want ik wil wel variatie in mijn fruit. Ook jullie moeten variëren in je fruit. Eet niet continu hetzelfde fruit. Dat probeer ik ook in deze video te promoten. Dus ik ga even kijken of ik nog iets kan vinden. Een leuk stuk fruit dat ik misschien nog nooit gegeten heb. Oké. De volgende maaltijd. Ik denk ondertussen mijn lunch. Ik heb trouwens net een appeltje op. Dus die komen bij de calorieën in het beeldscherm te staan. Maar het volgende wat ik voor me heb is 2 banaantjes, een peer, 2 vijgen en een dino-meloen. Nog nooit van gehoord. Maar ik wil het eerst even over de vijgen hebben. Want dan gaan we eigenlijk gelijk door naar mijn volgende punt. Gedroogd fruit. Normaal gesproken eet je vijgen gedroogd. Of nou ja, niet normaal gesproken. Het wordt heel veel gedaan. En dan krijg ik altijd de vraag, is gedroogd fruit gezond? En dan is mijn antwoord, dat hangt er vanaf. Bij gedroogd fruit gaat al het vocht er natuurlijk uit. Dus krijg je niet meer dat effect veel eten voor weinig calorieën. Dan wordt het eigenlijk gewoon een heel klein iets. Kijk maar naar rozijnen. Een rozijn is namelijk gewoon een druif waar je heel makkelijk calorieën naar binnen krijgt. Is jouw doel om aan te komen en kies je dan voor gedroogd fruit, dan zeg ik ja, daar zou je het voor kunnen gebruiken. Maar er moet wel beseft worden dat het wat van de gezondheidsvoordelen afneemt, aangezien er in dat vocht ook best wel wat vitamine en mineralen zitten die eruit gaan. Dus mijn advies zou zijn, als je kan kiezen, neem gewoon vers fruit. Dat gezegd hebbende, ik heb nog nooit een vijg op. Volgens mij kan je het met schil eten. Ik weet het niet, misschien doe ik iets heel geks. En ik heb nog nooit een dino meloen op. Dus die ga ik eerst proeven en dan ga ik gewoon weer een timelapse doen. Nou ja, hier gaan we. Ik ben hier niet echt fan van. Nou ja, het is in ieder geval niet zo zoet als de gedroogde variant. Vies, ja, nee. Lekker, ja, ook nee. Nou ja, dan nu de dino meloen. Dit is echt gewoon hetzelfde als een Galia meloen. Dus dit vind ik zeker wel lekker. Ja, dan ga ik er nu gewoon van genieten. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het idee nadat ik dat had gegeten dat ik nog niet
helemaal vol zat. Dus ik heb nog een appeltje erbij gepakt. Dat brengt de totale calorieën van deze maaltijd op 592. En laten we toch even eerlijk zijn. Dat is echt een gigantisch voordeel. Ik heb echt veel eten. En het is nog niet eens 600 calorieën. Dat is dus wat ik bedoelde aan het begin van de video met het geeft veel voor weinig. En dan ook nog eens superveel vitamine, mineralen, antioxidanten. Helpt tegen hart- en vaatziektes. Echt, dit is waarom ik deze video maak. Ik wil gewoon fruit promoten. Eet gewoon meer je fruit. Maar ja, er zat 8 gram eiwitten in. Er zit niet heel veel eiwitten in fruit. Wel 128 gram koolhydraten, 20 gram vezels en maar 1 gram vet. Ook dus niet heel veel vet. Nou ja, ik denk dat dit me nu wel eventjes vol gaat houden. En dan zie ik jullie rond een uurtje of 6 bij het avondeten. Het is ondertussen 6:10. Dat betekent dat ik ga avondeten. Ik heb voor mezelf gemaakt 2 peren, 2 kiwis, een appel en een bakje met perziken. Ik moet wel eventjes iets zeggen. Ik voel me goed. Ik heb een bepaalde vorm van energie heel de dag door. Maar ik heb wel op een of andere gekke reden een snacktrek. En aan de ene kant denk ik van ja, dan pak je gewoon nog een stuk fruit. Maar aan de andere kant denk ik ook, ik heb niet echt honger. Die honger die is gecoverd. Dat doet het fruit wel. Het zorgt gewoon voor dat je vol zit. Maar normaal gesproken eet je fruit om te snacken. En ik heb nu het idee dat ik daardoor iets mis. Maar ja, dat is echt wel het enige nadeel wat ik tot nu toe ondervind. Ik heb energie op een constante basis. Ik ben productief. Goed kunnen sporten. Dus nou ja, dat wilde ik gezegd hebben. En dan voor nu ga ik avondeten. Hierna ga ik denk ik nog maar 1 keer eten. En dan is het voor mij genoeg. Dan heb ik 24 uur fruit gegeten. En dan geef ik jullie mijn laatste oordeel. Trouwens, ik ben wel benieuwd. Wat is jullie favoriete stuk fruit? Laat dat zeker even weten in de reacties. En eten jullie kiwi met of zonder schil? Ik namelijk met. Oké, dat zit erop. Ik zit nu echt vol. Het is niet gek dat ik vol zit. Kijk, ik weet van mezelf dat ik echt veel kan eten. Ik kan onwijs veel eten en ik heb ondertussen echt al wel over. Zou het bij elkaar kunnen optellen? Maar ik ben bang dat ik ervan ga schrikken van hoeveel eten er op het moment in mijn systeem zit. Maar deze maaltijd was 524 calorieën. Hierna ga ik nog 1 keer eten en dan is dat het voor vandaag. En ik moet eerlijk zeggen, alhoewel ik dit echt wel lekker vind om heel de tijd fruit te eten. Ik begin nu wel echt heel vol te zitten. En ik heb wat ik net zei, die snacktrek soort van die ik moet voeden. Die ik maar niet kan voeden met fruit. Dus nou ja, ik ben denk ik wel ergens blij als de dag erop zit ondertussen. Het is ondertussen 9:10. Ik ga mijn laatste maaltijd eten. Het is een hele galiameloen. Het was niet echt een hele grote, maar toch een hele galiameloen, een banaan en een peer. Dat brengt de calorieën van de laatste maaltijd van de dag op 213. Niet heel veel, voor best wel wat eten. En de totale calorieën van de dag op, nou ja, net geen 2600. Dus ik heb met al het eten wat ik vandaag heb gegeten, net iets meer gegeten dan wat een gemiddelde man zou mogen eten. En dat laat toch echt wel de kracht van fruit zien. Nog een paar dingen om dit mee af te sluiten eigenlijk. Ik heb door de hele dag door een echt vol gevoel gehad. Wel dat ik een enorme snacktrek had. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen eet nog wat fruit, maar dat ging ik dan ook weer niet doen aangezien ik al heel de dag door fruit had. En ik wil nog even heel duidelijk zeggen dat ik het wel echt heel erg op mijn maag voel. En dat ik niet naar het toilet kan op het moment. Dus het wordt morgen nog wel een feestje op het toilet. Dat kan ik wel vast zeggen. Maar ja, dat wilde ik wel gezegd hebben. Wat vind ik al met al hiervan? Ik heb, nou ja, best wel genoten. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het niet heel erg om te doen. Misschien dat ik binnenkort weer zoiets doe, maar dan met groenten. Maar dit vond ik echt niet heel erg om te doen. Het is natuurlijk niet zo dat je dit altijd zou moeten doen. Nee, tuurlijk niet. Fruit zou je gewoon lekker tussendoor moeten eten. Of bij je grote maaltijden. Zorg in ieder geval voor 2 stuks fruit per dag. En het liefst gewoon vers fruit. Ik wil nog 1 dingetje zeggen. Want we hebben gedroogd fruit gehad. Maar hoe krijgen heel veel mensen nou ook heel veel fruit binnen via smoothies en verse sappen? En wat ik daar nog even over wil zeggen is dat vezeltje waar ik het steeds over heb. En die vitamine en mineralen waar ik het steeds over heb. Die vervliegen. Die maak je kapot. En op het moment dat je het dus in sap doet, dan krijg je die dus niet binnen. Wat er ook gebeurt is, in sap doe je vaak meer dan 1 of 2 stuks fruit. Dus krijg je in 1 keer de calorieën van
6 stukken fruit binnen bij wijze van. En dat gaat ook niet meer op veel voor weinig, want je hebt maar een flesje drinken wat 9 van de 10 keer niet heel erg vult. Dus mijn advies is toch echt om gewoon 2 stuks vers fruit per dag te eten als jij de meeste resultaten ervan wilt. Nou ja, dat gezegd hebbende vind ik dit een mooi moment om af te sluiten. Ik heb alle voordelen van fruit verteld. De nadelen zijn er niet echt, tenzij je het een hele dag doet. Dan gaat het op je maag zitten. Maar ja, dat is dan ook wel weer een beetje logisch. Ik ga nu even eten. En dan sluiten we de video af. Nou ja, dit was het voor vandaag. De laatste maal dat het is gegeten. Nogmaals, ik heb dit echt alleen gedaan om mensen wat bewuster te maken van hun fruit. Ik wil gewoon echt dat mensen meer fruit gaan eten. Minimaal die 2 stuks. Waarom zeg ik dit? Omdat het ongelooflijk veel voordelen heeft. Ik hoop dat jullie dat in ieder geval uit deze video gehaald hebben. Vond je deze video nou leuk en wil je hier meer van zien? Laat dan zeker even in de reacties weten wat je wil zien. Hierna zal ik zeker nog groente doen, aangezien groente ook iets is wat ik heel graag wil promoten. Laat zeker eventjes weten wat jullie willen zien. Dat gezegd hebben was dit de video. Vond je hem nou leuk? Laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En druk gelijk op dat belletje, want dan weet jij wanneer ik weer heb geüpload. Mocht je nou bij jezelf denken, goh, deze kerel die heeft wel enigszins verstand. En ik heb hulp nodig met betrekking tot mijn leefstijl. Kijk dan zeker even in de beschrijving. Daar zal je een linkje naar mijn website vinden en ook mijn coaching. Dan kan je dat gewoon altijd eventjes checken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.